Focus hier en leuk dat je kijkt naar de nieuwe aflevering van Crypto deze week in samenwerking met Coinmerse. Het is natuurlijk belangrijk als investeerder zijnde dat je zal voorbereiden. Ik heb natuurlijk een tijdje geleden een video gemaakt over hoe je een exitplan moet samenstellen. Zodat je nu in de rust al kan samenstellen van oké, tegen deze punten wil ik winst pakken. Zodat je op dat moment geen gekke dingen doet als we in één keer heel hard gaan stijgen. En in deze video wil ik gaan bespreken van wat lijkt mij interessant om aan te schaffen tijdens de volgende bull market. Dus laten we snel beginnen met de video. Ik begin deze aflevering natuurlijk eventjes met een overzichtje van Bitcoin om te zien hoe we er op dit moment voor staan. Year-to-date performance is natuurlijk nog hartstikke mooi, maar we staan nou niet op een fantastisch punt, want als we wat verder inzoomen, zie je dat we nu wel langzaam in de buurt kwamen van de 200 weekly moving average, maar we zitten nu op de $26,500. De 200 weekly moving average zit bijna op $28,000, dus er is op dit moment nog wel stijging nodig. We zagen natuurlijk in de week van 28 augustus dat we er heel eventjes doorheen gingen, maar sindsdien hebben we dat level eigenlijk niet meer aangetikt, want je ziet dat we wel een beetje in de buurt kwamen, maar niet zoals eind augustus, dat we er eventjes doorheen schoten. Dat was ook met een candle van 6% en dat werd vervolgens in 2 dagen tijd weer ingeleverd. Dus wat je nu wilt zien is eigenlijk precies hetzelfde als 29 augustus, maar dat er dan ook echt kracht achter zit, dat het niet kortstondig is en dat we direct allemaal weer inleveren. Maar ja, dat is natuurlijk ook een beetje het verhaal van de afgelopen paar maanden. Als ik weer eventjes de weekly chart erbij pak en we zoomen inderdaad wat verder uit, dan zie je dat we natuurlijk nu al lange tijd een probleem hebben met die 200 weekly moving average. Het was natuurlijk zo dat we in juni 2022 eronder zakten. We gingen er heel eventjes boven zitten, maar je ziet hier bijvoorbeeld deze rode candle kwam door FTX. En dat hadden we dus een hele lange weg te gaan. Je ziet natuurlijk op 13 maart dat we er echt doorheen schoten met een week performance van 26%. En dat was een beetje de hoop van oké, dit gaat daadwerkelijk ervoor zorgen dat we die 200 weekly moving average achter ons laten. Want zoals je ziet, een hele lange tijd zaten we eronder. Vervolgens zie je dus dat we ook deze kracht een beetje doorzetten met een top van bijna $32,000. En vervolgens zag je dus dat we weer onderschoten. In de week van 19 juni was het wel weer zo dat we echt met 15% stegen. Maar eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal als deze stijging. We zetten de koers in richting $32,000. Het wordt heel eventjes aangetikt en dan langzaam en zeker wordt het weer ingeleverd. Met vervolgens een rode candle van ruim 10%. En nu zitten we er dus weer onder. Dus als ik ook kijk naar de rest van 2023, kan je er niet omheen dat die 200 weekly moving average echt belangrijk gaat zijn. En dan is het ook taak om die achter ons te laten. Zoals we bijvoorbeeld hebben gezien tijdens de vorige bull market, tikten we natuurlijk aan tijdens de coronacrash. We gingen er zelfs behoorlijk onder zitten met $3,800. Vervolgens kropen we dus heel snel weer boven en werd er dus echt afstand gecreëerd met de 200 weekly moving average en hadden dus deze gigantische stijging meegemaakt. Vervolgens zie je dus dat we nu inderdaad wel af en toe doorheen schieten, maar nog niet met dezelfde kracht als bijvoorbeeld in 2020, 2021. Dus het is de hoop in de rest van 2023 dat we het level passeren en vervolgens ook direct die $32,000 in een paar weken tijd ook passeren. Dus dat we niet het patroon gaan herhalen van de afgelopen paar maanden, dat we heel eventjes doorheen schoten, een paar weken zitten we erboven, maar langzaam en zeker zakken we weer eronder. En het is een beetje lastig om in te schatten van gaat dat geplaatst vinden, ja of nee. Je kan er natuurlijk niet omheen dat het Bitcoin Spot ETF daarin gewoon een grote rol gaat spelen. Als daar positief nieuws over komt, ja, dan kunnen we in één klap boven die $32,000 zitten en dan zitten we in de volgende fase van de bull market. Maar je kan natuurlijk ook hebben dat er niet zoveel informatie naar buiten komt, dat er wordt uitgesteld zoals ik eigenlijk wel een beetje verwacht. Dan zal het me heel erg verbazen als we de rest van 2023 een gigantische stijging zien. Ik denk dat we eigenlijk wat we zien sinds maart zo'n beetje, want we zitten op dit moment rond hetzelfde prijslevel als halverwege maart, dat we deze patroon een beetje gaan herhalen. Er zijn inderdaad een paar weken dat het goed gaat. Vervolgens wordt het allemaal weer een beetje ingeleverd. Dus ik verwacht eigenlijk tot het einde van 2023 niet zoveel spektakel. Natuurlijk, als er onverwachts nieuws komt en dat is positief, dan kan het hard gaan. Maar ja, daarop voorbereiden is natuurlijk lastig, want als het onverwachts is, dan is het onverwachts. En je ziet het eigenlijk ook terug bij Ethereum. We zijn eigenlijk al een lange tijd zijwaarts aan het gaan. En het is zelfs zo dat de 33% rendement in 2023 in de eerste paar weken van 2023 werd neergezet. Want je ziet het al, 15 januari staan we op hetzelfde level als waar we nu staan.
Dus 2023 is natuurlijk nog steeds een goed jaar met 33% en voor Bitcoin zelfs boven de 60%. Maar dat is vooral neergezet in de eerste paar weken van 2023 en sinds maart is het eigenlijk een beetje een saaie bedoeling. Je ziet ook dat niet heel veel mensen op dit moment interesse hebben. Dat heeft ermee te maken dat we niet hard omhoog of hard omlaag gaan. We stagneren een beetje en dat zorgt ervoor dat mensen interesse verliezen. En dan zijn dit dus inderdaad de fases dat je kan voorbereiden door een exitplan samen te stellen of bijvoorbeeld te kijken wat wil je kopen tijdens de volgende bull market. Voordat ik daar verder op inga, mocht je op zoek zijn naar een platform om crypto te kopen, ik maak gebruik van Coinmerse en op dit moment loopt er een speciale actie via de link in de beschrijving. Want als je registreert via de link en je plaatst een order van minimaal 100 euro, krijg je 10 euro aan gratis bitcoin. Dat is natuurlijk altijd mooi meegenomen, dus in de beschrijving staat een linkje. Registreer je via het linkje, maak je gebruik van de actie. Daarbovenop steun je ook nog eens het kanaal, want ik krijg een vergoeding voor deze samenwerking. Kost jou niks extra's, maar kan ik dit soort video's wel blijven maken. Dat zou ik natuurlijk altijd waarderen. Goed, laten we even kijken naar de volgende bull market. Wanneer het precies gaat plaatsvinden, dat is natuurlijk heel erg lastig, maar we kunnen er niet omheen als je kijkt naar de historie van Bitcoin en daarbij ook de volledige cryptomarkt, dat er verschillende cycles zijn van bull markets en bear markets. Dus ik ga er vanuit 2024, 2025, dat we inderdaad een mooie bull market tegemoet kunnen gaan. We hebben natuurlijk ook behoorlijk wat verkoopdruk meegemaakt, want als we inderdaad de all-time high bijpakken en we trekken hem tot het laagste punt, had je het over een daling van 77%. En dat is natuurlijk niet niks. En je kan natuurlijk nu al langzaam maar zeker kijken van oké, wat heeft mijn interesse? Laat ik ergens onderzoek in gaan doen van wat is de consensusalgoritme? Wat is het hele idee achter het platform? Wie zit er in het management van het project waar je interesse in hebt, et cetera? En je kan natuurlijk altijd CoinMarketCap erbij pakken, want dan heb je natuurlijk altijd een overzicht van de grotere altcoins. Het kan natuurlijk ook interessant zijn dat je denkt, ja weet je wat, die top 100 coins die je bijvoorbeeld hier tevoorschijn ziet komen, gebaseerd op marketcap, daar heb ik niet zoveel interesse in. Ik wil die hele kleine altcoin eruit vissen die op een gegeven moment keer 10 gaat binnen 2 weken tijd. Dat willen heel veel mensen. Dat is ook vaak onbegonnen werk. Want dan moet je ongelooflijk veel altcoins kopen. En vrijwel elke altcoin stijgt niet keer 10. En dat zorgt ervoor dat mensen vooral heel veel geld verliezen. Maar als je kijkt naar de wat stabielere altcoins, is het risico natuurlijk nog steeds gigantisch. Daar kan je niet omheen. Bitcoin en Ethereum zie ik al als een risicovolle investering. Laat staan als je inderdaad gaat kijken naar de altcoins. Dus daar moet je altijd rekening mee houden dat je niet denkt, nou dit is stabiel. Het is natuurlijk wel zo, als het goed uitpakt, dan pakt het echt goed uit. Maar dan moet je ook direct weer het risico accepteren van als het verkeerd gaat, kan je ervan uitgaan dat je 90 of 95% van je investering kwijt kan raken. En als ik dus verder vooruitkijk naar de bull market van mogelijk 2024, 2025, de datum zal niet heel veel moeten uitmaken. Ik kijk vooral naar de projecten die ik interessant vind. En als ik dan kijk naar het verleden wat ik toen vaak heb uitgevoerd, ja, dan was het vooral gewoon een altcoin kopen op een belangrijk technisch level in de hoop dus dat er een lichte stijging zal plaatsvinden. Vervolgens mijn winst pakken op die altcoin trade en daar dus meer Bitcoin en Ethereum van aanschaffen. Ik heb eigenlijk nooit echt het plan gehad om bijvoorbeeld een XRP aan te schaffen voor de lange termijn. Of dat ik denk, nou een Dogecoin wil ik heel erg lang hebben. Het zijn vaak gewoon trades om ervoor te zorgen dat ik meer Bitcoin en Ethereum kan aanschaffen. Daar heeft ook best wel wat tijd in gezeten. En als je kijkt naar de afgelopen paar jaren, vond ik dat ook niet erg, want het heeft zich echt uitbetaald waardoor ik meer Ethereum en meer Bitcoin kon verkrijgen. Maar als ik kijk naar 2024, 2025, zal ik dat waarschijnlijk niet meer doen. Wat je namelijk hebt gezien na de daling in 2022, is dat ik behoorlijk wat heb kunnen bijkopen, want ik hou me natuurlijk vast aan mijn eigen plan, gewoon elke maand Bitcoin en Ethereum aanschaffen. Dus die positie is behoorlijk geworden. En ik denk niet dat het slim is, als ik kijk naar mijn eigen situaties, om heel veel altcoins aan te schaffen, om zodoende mijn Ethereum en Bitcoin positie nog groter te maken. Want dat gebeurde eigenlijk ook zo'n beetje na corona. Toen zaten we natuurlijk op een laag punt. Heel veel altcoins zijn echt door het dak heen gegaan. En toen merkte ik dat het percentage van mijn vermogen in crypto gigantisch hard steeg. Want ja, die stijgingen, daar kan je natuurlijk niet tegen opboksen. Je kan niet aandelen opkopen in een half jaar tijd om 464% stijging met Bitcoin inderdaad weer te balanceren. Dat is een heel erg lastig verhaal. En dat ik in 2022 tijdens de bear market veel heb bijgekomen, kocht, zorgt het ervoor dat ik nu niet echt de drang heb om meer altcoins aan te schaffen om zodoende dat te verkopen en dat dus een trade in te zetten en dat ik dan meer Bitcoin en Ethereum kan aanschaffen. Dus eigenlijk is het best wel een saaie bedoeling en dat hoeft ook niet per se slecht te zijn. Natuurlijk kan het inhouden dat je bepaalde altcoins mist die gigantisch hard stijgen. Als je kijkt naar de laatste maand is het natuurlijk al behoorlijk gegaan. Als je kijkt naar het laatste jaar zie je inderdaad ongelofelijke percentages en dan denk je bij jezelf, ja dat wil ik ook. Maar ik ben dus een beetje het risico
risico aan het afbouwen. Ik ga gewoon in de volgende bull market vasthouden aan mijn eigen plan. En dat is gewoon Bitcoin en Ethereum aanschaffen. Dat doe ik elke maand. En als op een gegeven moment de levels worden aangetikt dat mijn verkoopplan wordt geactiveerd, dan voer ik die uit. Voor de rest hou ik het eigenlijk vrij simpel. En dat zorgt ervoor dat ik er weinig tijd aan kwijt ben. En dat zorgt er ook voor dat ik niet constant bezig hoef te zijn van is deze stoploss misschien al geactiveerd? Moet ik hier al wat winst pakken? Dus gaat natuurlijk best wel wat tijd in zitten. Ik heb eigenlijk gewoon geaccepteerd dat het maar een saaie bedoeling gaat zijn. Ik heb al een grote positie in Bitcoin en Ethereum. Dat zal de komende maanden waarschijnlijk nog groter worden, omdat die prijzen waarschijnlijk nog steeds laag blijven. Maar ik heb niet het idee om heel actief ervoor te zorgen dat mijn positie nog groter gaat worden. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe jullie daar tegenover staan. Zijn er bepaalde altcoins dat je bij jezelf denkt van nou, dit gaat echt een groter worden? Ik vind het eigenlijk wel interessant om te horen hoe jullie hier tegenover staan. Of ben je misschien ook iemand die denkt, oké, crypto, het is natuurlijk al risicovol. Altcoins brengen nog meer risico met zich mee. Ik hou het lekker bij Bitcoin of je houdt het alleen bij Ethereum of misschien een combinatie van Bitcoin en Ethereum en één altcoin. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe jullie daarin staan. Voor nu kwam wel het einde van deze aflevering van Crypto deze week in samenwerking met Coinmerse. Mocht je vaker van dit soort video's willen zien, vergeet het zeker niet te abonneren. Ik wil je bedanken voor het kijken en zie je graag terug bij een volgende video. Later.